Geachte heer Dijkgraaf, beste Albert. Ik denk dat niet veel mensen er rekening mee hielden dat jij vandaag afscheid zou nemen van de Tweede Kamer. Het is tot een kwartier geleden ongeveer geheim gehouden. Dat heb je gedaan omdat je van mening bent dat collega's niet via de media moesten worden geïnformeerd, maar hier in de zaal. En dat zeert je. Ik spreek namens veel Kamerleden en nog veel meer Nederlanders als ik zeg dat we jou gaan missen. Over 14 dagen is je partij, de Staatkundig Gereformeerde Partij, 100 jaar oud. De SGP is de oudste politieke partij van Nederland die nog steeds in het parlement vertegenwoordigd is. En in die 100 jaar heeft jouw partij zich gekenmerkt door mannen, allemaal mannen inderdaad, die de beste jaren van hun leven aan de politiek hebben gewijd. Mannen als dominee Zandt, naar wie een kamer in dit gebouw is genoemd, en dominee Kersten, naar wie alle nacht werd genoemd in 1925, lang voordat Smeltzer, Wiegel en Van Tijn die eer ten deel viel. In 2010 nam jij de zetel in van Bas van der Vlies. Die nam afscheid van de Kamer na 29 jaar. Zo bezien ben jij een jonkie met je bijna 8 jaar Kamerlidmaatschap. Aan de andere kant, het gemiddelde Tweede Kamerlid heeft op dit moment 4 jaar en 6 maanden ervaring. Jij stijgt daar ver bovenuit. Al was het maar omdat je als lid van een tweemansfractie vanaf 2012... driemansfractie, bovengemiddeld veel debatten voor je rekening hebt genomen. Daar hebben jij en je fractiegenoten altijd veel waardering voor gekregen. Je afscheid komt dus redelijk onverwacht in het licht van de tradities van je partij. Maar je afscheid is des te meer een bittere pil als je kijkt naar de energie en het enthousiasme waarmee je je in de Kamer hebt onderscheiden. Of het nou boeren, eenverdieners, militairen, winkeliers, vissers, autobezitters, huiseigenaren of inbrekers betreft. Je bemoeide je met al deze burgers. Ook met inbrekers. Want op een vrijdag vlak voor het laatste zomerreces liep er een verdacht sujet door de Tweede Kamer. Je ging achter hem aan en na lang zoeken vond je hem op de wc. Ik arresteer je, zei je, en je greep zijn hand. Toen liet de inbreker een papiertje zien en daarop stond dat hij een acteur was, ingeschakeld door de politie. En jij dacht, dat zal wel. Elke inbreker kan wel beweren dat hij een acteur is. Dus deze man had het best wel moeilijk met jou. Het voorval laat zien uit wat voor hout je gesneden bent. Zoals je er zelf op terugblikte, je zei, ik ben wel iemand van het initiatief. Je kunt het aan iemand anders vragen, maar je kunt er ook zelf op af. Collega's waarderen je als een sympathiek en betrouwbaar Kamerlid. En zeer intelligent ook. Met jou vertrekt ook een hoogleraar economie uit de Kamer. Als rekenwonder had je, zelfs vanuit een kleine oppositiepartij, grote invloed op de begrotingsbehandeling. Zeker in tijden van krappe coalitiemeerderheden kon je samenwerken met mensen die volstrekt tegenovergestelde wereldbeelden hadden of hebben. Waar sommige collega-kamerleden, dat heeft u ook in uw brief gezegd, liever wegduiken voor de welbekende roze microfoon, loop jij erop af. De Rutger Castricums van deze tijd krijgen jou niet te pakken. Je reageert altijd gevat en met een twinkeling in je ogen. Het heeft je ook ver buiten de eigen achterban veel sympathie opgeleverd. Dat ludieke, de wil om het net iets anders te doen, om anderen te verrassen, dat zagen we ook in 2015, tijdens de algemene politieke beschouwingen. In de plenaire zaal hoorden we vanuit de Statenpassage een trompet en een koor. Was dit een ordeverstoring? Een flashmob van de SGP bleek later.
Jij wist daar natuurlijk al lang van en spoedde je met je fractiegenoten Kees van der Staaij en Roelof Bisschop naar de balustrade. Je begon zelfs mee te zingen en ik moet eerlijk zeggen, dat klonk niet onverdienstelijk. Met een warm basgeluid zong je Amazing Grace. Daarmee gaf je letterlijk stem aan je bron van inspiratie bij je politieke werk. Beste Albert, aan het begin van het jaar liet je al weten dat je wegens oververmoeidheid een paar maanden niet zou werken. Daar schrokken we van. Ik denk dat velen van ons toen bij zichzelf te raden gingen: ga ik ook wel eens te ver? Werk ik te hard? Geef ik genoeg aandacht aan thuis? Je hebt ons wel aan het denken gezet. Je neemt nu gas terug en vertrekt uit de kamer. Dat is heel erg jammer. Ik hoop dat er iets anders moois voor in de plaats komt. Iets dat rust brengt en aansluit bij jouw idealen en ambities. Het gaat je goed. APPLAUS.